Hij wordt het geweten van Vlaanderen genoemd en lijkt over alles een mening te hebben, alhoewel hij dat zelf stellig ontkent. Vandaag zijn we in Wetteren, bij moraalfilosoof Etienne Vermeers. De man die alles zeer gestructureerd op een rijtje lijkt te hebben. Lijkt, zeg ik. Zeg me hoe je woont en ik zal zeggen wie je bent. Zou dit gezegde dan toch niet in alle gevallen opgaan? Goedemiddag. Goedemiddag, welkom. Hoe is het met u? Ik ben heel goed, dankjewel. Blij u te zien? Het is heel goed met mij. Een stand erbij gekregen. Dus alles perfect. Alles oké? Okay. Alles perfect. Oh, alles dat is perfect. Goed. U moet niet te veel letten, er is een beetje rommel hier. We hebben een vochtigheidsproblemen, we moeten bepaalde zaken verhuizen. En, dus u bent volop in een verhuis bezig? Ja, een interne verhuis. Ja. Ja. Oké. Okay. Ik zal u de weg tonen. Ja. Voilà. Dit is uw woonkamer. Dat is uw woonkamer. Ja. De leefkamer, zoals Theo Lefevre in de tijd zei. Terug helemaal de oude? Ja, helemaal de oude. Een beetje ouder, enkele maanden ouder. Maar echt oud niet. Nee, dat worden we allemaal, hè? Zoals Hugo Kamps die schreef over onze koning dat hij hoogbejaard was. Maar onze koning is enkele maanden jonger dan ik. Dus dat heeft u getroffen. En ik voel mij niet hoogbejaard. Laat staan, ik voel me niet eens bejaard. Laat staan hoogbejaard. Maar dat is het moeilijke, denk ik, aan ouder worden. Is dat je voelt je niet oud, hè? En je bent nog vol leven. Er zijn een paar dingetjes die minder vlot gaan. Mm-hmm. Maar in feite voel ik mij helemaal niet oud. En je hebt eigenlijk maar twee opties in het leven, hè? Is ouder worden of doodgaan. En tussen de twee is de keuze makkelijk. Hè? Ja, maar er zijn natuurlijk mensen die op een triestige wijze oud worden. Hè? Neem nu bijvoorbeeld Brigitte Bardot, die dus ook van mijn jaar is, van 1934. Prachtige vrouw geweest, jarenlang. Prachtig. Veel mooier dan ik. En nu mag ik in alle bescheidenheid zeggen dat ik mooier ben dan Brigitte Bardot. Dat u er beter uitziet, ja. Ja, zeker aanvallen. Dat is triestig toch eigenlijk wel, hè? Dat is pijnlijk, ja. Ik denk dat ze te veel in de zon gelegen hebben. Ja. Etienne Vermeers heeft er zich grondig in verdiept. En dat doet hij met al zijn dossiers, in zijn werkkamer. Hoe die daar door de bomen het bos nog ziet, is me een raadsel. Oh! Ja, maar nee. Meneer Vermeers! Wat is dit? Pas op. In godsnaam. Mevrouw, kunt u er even bij komen? U bent een zeer moedige vrouw. Of? Ben ik een moedige vrouw? Ja. Op bepaalde vlakken wel. Niet, ja. Om de 10, 15 jaar staat je een klein beetje op. Dan kan je er eventjes door en dan met de poetsman worden de ramen gedaan. En wordt er een beetje gestofzuigd. En voor de rest is dat zijn domein.